Dus wat ik me dan ook stiekem in mijn hoofd afvraag hoe ga ik reageren als persoon? Ja, maak ik nu mijn zorgen over Oekraïne? Nou, in, ja, eigenlijk eerlijk gezegd wel een klein beetje. Goedendag allemaal, welkom bij een nieuwe podcast van de Real Estate Masterclass, de Show. En nou, waar ik het vandaag over wil hebben met Sushin, dat is Oekraïne. We gaan dus, daar naartoe of wat? Nee. nee. Ja, jij mag er één van mij. Ja, ja. <laughs> nee, kijk, uh, ja, we hebben natuurlijk uh, van de week al wat nieuws gehad. dat uh, Poetin in Oekraïne is binnengevallen. Ja. Um, kijk, we kunnen over de situatie daar praten. Maar A. Ik heb er geen verstand van wat. Uh, ik ben geen, ben geen, ben niet thuis op dat terrein. Nee, maar wat we natuurlijk wel over kunnen hebben, is van joh, wat voor invloed heeft een uh, oorlog op de huizenmarktprijzen. En er zijn natuurlijk ook weer verschillende. Er zijn burgeroorlogen, er zijn wereldoorlogen, er zijn oorlogen dat Nederland wel bezet is, Nederland niet bezet is. Dus daar kunnen we ook wel uh, lang over praten. Maar laten we het houden bij de situatie zoals die nu is. Ja. Stel dat Poetin in Oekraïne uh, blijft. Ik weet niet of hij dan nog in de Baltische Staten verder iets gaat doen. Maar laat, laten we even zeggen dat hij. Uh, dat hij blijft. Of misschien nog een ander land uh, gaat veroveren. Um, wat voor invloed zou dat voor Nederland hebben? Helder. Nou, laat ik het maar meteen. Uh, beginnen <laughs> bij jou. Uh, <laughs> ik denk dat sowieso angst. Absoluut. Uh, uh, een rol speelt waar we het over hadden. Mm. Mensen die. Het lezen het woord oorlog constant in de krant. Je ziet het op YouTube, je ziet het overal voorbij komen... en dat gaat onder je uit zitten. Ja, absoluut, inderdaad. Nou, ja, even een kleine anekdote van gisteren pakken dan. Kijk, gisteren hadden ze dus natuurlijk het uh, diner met alle een op één menties En um, uh, zoals Hendrik dat goed formuleerde... als er oorlog ontstaat en dicht bij huis... ook al is het niet direct uh, met het land uh, waar je zelf in woont betrokken... voel je inderdaad angst. Ja. Ja, wat er dan gebeurt is dat mensen vaak, uh, hoe je het ook ziet... en uh, uh, toch wel um, ja, dingen wilt verzamelen... Toch wel cash willen aanhouden. Just in case, ook al is yeah. het zo ver weg. Just in case als er toch iets misgaat, dat je geld zeg maar achterhand hebt om iets te kopen. Yeah. Um, ja, en dan inderdaad, dan zijn mensen een beetje bang en huiverig yeah. om uh, ja, iets te kopen. Bijvoorbeeld yeah. een vastgoedpand om in onze context te praten. Yeah. En um, ja, dan, dan denk ik altijd wel gelijk aan het moment terug, ook toen wij tijd begonnen rond de coronaperiode. Van ja, Zoals Warren Buffett zegt, ja, be greedy when people are fearful. En mm -hmm. be fearful when people are greedy. Ja. Dus wat ik me altijd dan ook stiekem in mijn hoofd afvraag, hoe ga ik reageren als persoon? Ja, maak ik nu mijn zorgen over Oekraïne? Nou, in, ja, eigenlijk eerlijk gezegd wel een klein beetje of zo. Ik weet niet wat het is. Er is een oorlog aan, die leest het de hele tijd. Want zit ja. je met de vraag van ja, komt Poetin of Oekraïne ook uh, naar onze kant op? Ja. Eigenlijk? En als ik, kijk, ik heb ook bij corona. Ja. Was ik niet zo angstig. Maar Echt? misschien is het ook omdat we nu weten dat het. Dus de economie is redelijk overeind gebleven. Ja. Ook omdat alles is opgeblazen, natuurlijk. Maar enfin, het, is, uh, uh, het is meegevallen. Uh, maar bij corona, ik heb namelijk. Toen corona er net was, heb ik. Een slag geslagen door die portefeuille over te kopen van die andere belegger. Ja, die er dacht, die ja. dacht toen waarschijnlijk ja. van, ik wilde er nu vanaf, ik vind het mooi geweest. Wat ik ook kon snappen, want hij had al 100% rendement. Want die woning had hij allemaal voor 80.000 uh, gekocht en mm. had ze voor 150 aan ons doorverkocht. Ja. Maar ja, die woningen zijn inmiddels al, we hebben de taxatierapporten binnen. Die zijn allemaal dik over de twee ton gegaan ja. in een hele korte tijd. Ja. Dus wij hebben ook wel daar flink op verdiend. Ja. Um, en dat was inderdaad, uh, everybody was fearful. Nou, wij waren greedy. Ja. Uh, maar de vraag is inderdaad, is het. Uh, ik, ik ben inderdaad nu ook wel. Ja, voel me er toch anders bij. Maar misschien ja. is dat ook omdat de oorlog. Is, vind ik enger dan een pandemie. Dat kan. Ja, ja maar het, het, ik denk, onlicht aan alles is gewoon angst voor soms, misschien het onbekende of wat, niet weten wat er gebeurt. Precies. En um, ja, kijk, ik, ik voel me best wel. Ja, ik weet niet. Ik ben oké, okay, er is niks aan gehad en, en toch heeft zulk nieuws. Impact, yeah. onbewust zeg maar. Niet dat ik uh, echt de hele tijd mee bezig ben, maar het onbewust heeft het impact. Yeah. En dan ga je misschien andere besluiten maken. Yeah. Weet je wat? Zoals je dat vanochtend zei: opeens zie je gewoon veel. Ja, langere rijen achter elkaar staan puur om te tanken. Om welke ja. dan ook, ja, dat zie ik ook nog maar lieten nooit. Ja, nee, nou, je had natuurlijk een corona ook met dat hamsteren. Oh ja, ja hamster, je, ja, dat, ja, ja, uh, de, ja, ja. Met de wc papier hamsteren. Ja. Daar had ik ook een mooi plaatje gezien. Dat was um, rich people buy stocks, poor people buy toilet paper. <laughs> Oké. Okay. Ja, wel een mooie vergelijking. Maar um, wat ik wel ik merk, is dat ik weer terug ook wil naar mijn... Maar oude principes en dat is ook bijvoorbeeld niet te veel nieuws kijken. Mm -hmm. Kijk, ik kan Poetin niet tegenhouden, nee. uh, jij ook niet, wij, wij allemaal niet. Um, en ergens is er, je: wil ook op de hoogte blijven, je wil geïnformeerd zijn, maar je hebt er niet heel veel aan. Want het je, je je, nieuws bereik je toch wel. Als Poetin in binnenvalt in, in Oekraïne, dat dat nieuws is bij je, dan hoef je niet het NOS-journaal voor te kijken. Nee. En als je in een ander land gaat binnenvallen, gaat dat nieuws ook wel bij je komen. Maar ik weet, merk wel, doordat je constant nu. Ik zit dan nu ook wat vaker op nu.nl, dat deed ik hiervoor nooit. Ik keek ook geen nieuws. Puur om gewoon de focus op vastgoed te houden. En gewoon ja. op de strategie. En je niet te veel laten beïnvloeden door negatief nieuws. Want dat ja. was er in de afgelopen jaren ook voldoende door corona. Ja. En als je daarna gaat luisteren, had ik nooit al die, die woningen aangekocht. Waar ik nu heel veel profijt van heb gehad dus ik heb nu ook wel zoiets van oké okay, ik moet ook wel weer misschien een beetje afstand nemen van al de negativiteit in de wereld qua mindset ja nee ik Kijk, waar denk, liggen de kansen precies nou ik denk precies hetzelfde het is het je maar bij mij is het meer van um, ik ben er bewust van dat het ja. ergens impact heeft op mij en dan maak je oh ja tenminste ik ga vanuit ook meer rationele besluiten maken van oké okay, maar hoe zit het met de banken financieren ze nog ja ja ze financieren nog gaat ja. ze nog door het, ja het gaat door ik ben ook met hen financieren bezig wordt geaccepteerd? ja het wordt geaccepteerd. ja dus wat is er gaande in de wereld? Nou, niet zoveel eigenlijk. Er is, ja, er is wel heel veel gaande in de wereld. Maar direct impact in Nederland, dat voel je gewoon niet. Nee. Dus, um, nee. Ja, t, t, zo ga ik eigenlijk een beetje mee om. Weet ja. je wel? En het is een angst die opgeroepen wordt, maar is dat ook realistisch? Ja. Um, dat, ja dat denk ik niet eigenlijk. Uh, dus... Ik denk dat ook in deze markt misschien ja, mensen minder gaan overbieden op dit moment. Dus helemaal ja. vandaag en, en uh, misschien de komende weken kijken hoe lang de oorlog verder duurt. Ja. Kijk, het kan natuurlijk ook heel goed zijn. Hè. In het meest uh, rooskleurige scenario, uh, je weet, ik weet niet hoe het zo gaat natuurlijk, ja. maar stel dat, uh, dat ze er toch op een soort uh, manier uitkomen. Of, of hebben ze er in Oekraïne en daar laat hij het bij voor twee jaar, of ja. drie jaar. Uh, ja, dan denk ik, oké, okay, nou hij heeft Oekraïne en nu... Ja, dat weet ik ook niet. Ja, nee, maar dan, dan kan het <laughs> heel zijn dat wij gaan hier gaan ja. weer verder met leven. Ja. Ik bedoel, we gaan niet, we stoppen niet. Nee. Dus uh, ja, wat de werkelijke impact is als het, als, als het niet verder gaat, uh, kan het ook zijn dat mensen denken: shit, dan heb ik toch die bieding niet gedaan omdat ik bang was voor de oorlog. Ja. en eigenlijk uh, nadat die Oekraïne bezet heeft, is er niks meer gebeurd. Ja. Um, dus je, je, het is zo moeilijk te voorspellen dat ik altijd vind: je moet bij je basisprincipes blijven, en dat is gewoon inderdaad gewoon te kijken: van, oké, okay, dit zijn ongeveer mijn lasten. Dit is wat ik voor de woning betaal. Dit zijn de huurinkomsten. Klopt dat plaatje? Ja. En kan ik een waardedaling eventueel aan? Kan ik een gelijkblijvende waarde aan? Eh, eventueel ja. met wat rentestijgingen. Um, en, en als je daar wat cashreserves bij stopt. dan kan je, wat mij betreft, gewoon nog steeds een uh, vastgoedpand aankopen. En heb je misschien alleen nog maar minder concurrentie. Absoluut. Absoluut. Ja, ja dus dat ervaar ik ook momenteel van. Ik denk dat we, tenminste de komende weken, gewoon minder concurrentie zullen zijn. Puur ja. omdat mensen bang zijn en meer gaan En kijken wat er met de wereld gebeurt, onbewust dus dit is ook mijn moment echt om ja, mijn slag te slaan om het zo te zeggen ja, ja. dus uh, zeker en waar ik me eerder zorgen over maak is uh, de kapitaalmarktrente. Ja, ja dat we van uh, Oekraïne naar uh, de kapitaalmarktrente gaan want we hebben inderdaad gezien uh, ik vond ook echt ik heb altijd geroepen en daar moet ik mezelf wel even op corrigeren van ja als de rente verhoogd wordt gaat dat nooit met hele procentpunten tegelijk nou dat is ook niet zo dat is niet maar zo. ze hebben wel Bijvoorbeeld als ik kijk bij NIBC... hebben ze echt op twee... Uh, redelijk binnen zeg maar, drie of vier weken... twee renteverhogingen gedaan. Correct. Dus eentje van bijvoorbeeld 20 procentpunten... Uh, en dan nu nog eentje van 15. Ja. Dat vind ik toch wel heel snel... Weet je, ik, had wel, ik dacht van nou, oké, okay, elk kwartaal gaat het omhoog. Of uh, weet je, uh, om het half jaar. Maar nu echt op, 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 op drie, vier weken. Ja. Twee, twee verhogingen. Ja. Vind ik wel. Uh, wel voor, R &R B heeft het in één keer gedaan. Die heeft gewoon in één keer. Gezegd, we doen 35% punten bij. Voor de kijkers, dat is uh, 0,35%. Ja, wat vind jij ervan? Dat jij dacht verwacht dat het zo snel. Uh, dat ze die kantenverhoging zo snel zouden doen. Nou, denk je dat het nu alweer stagneert? Nee, en, nee, ik had er wel verwacht dat op een gegeven moment. Het zo snel omhoog zou gaan, weet je. Het, het ging heel geleidelijk omlaag. En, en de, ja, je, de, de kans dat gewoon het opeens relatief, hè, natuurlijk, snel hoog schiet, dat had ik wel verwacht. En daarbij had ik mezelf wel voorbereid van, kijk, als echt met een procentpunt omhoog zou stijgen, ja. dan ga ik echt st gewoon structureel even een besluit maken van ga ik langetermijn termijn de rentes vastzetten of niet. Want de afgelopen eh, jaar, jaren heb ik consume rente gewoon kort termijn vastgezet, omdat ja. het nog steeds aan dalen was. Ja. Maar nu ben en, ik ook... en herfinancieren, omdat je groeiend bent. Ja ik, ja, ik ben nooit een grote fan van het geweest, weet je nog? Oh, okay, ja, ja, ja. <laughs> Alle pannen zijn nooit geheffinageerd tot heden. Maar je bent er nu wel mee bezig, zei je. Ja, dat klopt. Omdat ik uh, dat is dat wel, ik ben nu met drie panden bezig. Maar dat is omdat ik natuurlijk een paar panden heb op samengeld. En die kun je nu gewoon terugkijken. Ja, die, die wil je, van, je wil van samengeld, uh, wil je af. Dat is niet lullig bedoeld. Maar je wil gewoon naar een betere rente. Dat, 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 daar is het platform ook een beetje voor ingericht. Natuurlijk. Correct, uh, ja. correct samengeld. En, en de eigenaar Luc, uh, ja. uh, die ken ik ook gewoon. Weet je wel, heeft, dat zei hij al tegen mij. Het is gewoon een springplank voor mij om ja. door te groeien. En heeft het nooit bezwaar gehad dat ik het natuurlijk op een dag zou herfinancieren. Dus dat snap ik ook wel. En dat ga ik ook waarschijnlijk gewoon doen. Maar dus dan wat je dan. Um, um, ja, dus waar ik mee bezig ben is om. Die, dus die panden te herfinancieren. Naar een normale. hypotheek. Uh, en. Um, ja, daar maak ik nu wel iets andere besluiten. Dat valt me wel op. Ik kies normaal niet alleen voor drie of vijf jaar rente. Maar ik denk van. Nou ja, als nu de rentes vergelijk. De, uh, nou, ik, nou, ik, ik weiger om meer dan vijf jaar vast te zetten. Ja, dat zeg je. Ja, maar ik, ik heb ook dat ook weer van jou geleerd. Van, kijk, als de stijgen, je kunt altijd natuurlijk voor lang termijn vastzetten als je dat wilt. Precies. Maar als... ik betaal nu. Mm -hmm. uh, ik merk ben nu aan het herfinancieren. Ja. En de renten zijn gaan stijgen. En ik merk inderdaad dat ik denk, ah, nou ja, ga ik toch naar een. Ik, ik ging bijvoorbeeld, ik ga van 3 naar 2,6. Ja? Dacht ik naar En dat is nu 2,8 geworden, helaas. Maar mijn boeterente is wel veel lager geworden. Dus. In, in dat opzicht uh, geef, versterkt het mijn cashpositie. Zeker, maar ik zit dan in een andere positie. Want ik heb namelijk een, uh, een positie waarin ik dus kan kiezen tussen naar 3, 5 of 7 jaar rente ja. in ieder geval. Of zelfs 10. Of 10 zelfs, maar ik ga nooit voor 10. Dat vind ik gewoon iets too much eigenlijk. Want ik wil de flexibiliteit behouden om inderdaad op de dag te financieren, indien nodig. Maar als je dan kijkt naar tussen 3, 5 en 7 jaar rente... Nou, ik vind het niet erg om een gedeelte van een portfolio gewoon op 7 jaar rente te zetten. Waarom yeah. is omdat de rente tussen 3 en 7 bij bepaalde banken dan bijna hetzelfde zijn als ja, één. Ja, en mijn downside is eigenlijk dat de rentes verder stijgen. Yeah. Maar mijn upside valt nog best wel mee. Als we kijken naar de laatste rentepresentatie uh, die we de afgelopen periode hebben gehad. Volgens mij, ja, jij zit op 2,6 bij de IMBC. Jij ja, zit wel op 3. 70% low-to-value. Oké, okay, 70%. Ja. ja, nou, ik zit dus zo vaak op 80% dan wanneer ik een, een yeah. uh, uh, nieuwe hypotheek opzet. Dat, dat vergelijk ik tussen... Ja, wat ben ik gezakt van 3,9 naar 3,2 of zo, 3,1 mm -hmm. Nou, ja, is de upside 0,7%. Het waard voor een mogelijke downside dat die 0,7 verder gaat stijgen. Ja. Dat is mijn overweging. Dus hij is iets anders uh, ja. qua positie waar zijn. Dan denk ik van nou, ik zet gewoon voor zeven jaar vast, twee, drie woningen. Helemaal geen probleem. Nee. De rest staat gewoon nog op 1, 3 en 5 jaar. Uh, dus ja, binnenkort hebben we twee van twee, drie gewoon bij elkaar combineren. En dat weer bij een andere bank onderbrengen. Dan zie ik wel wat de rente is. Ja. Maar het belangrijkste, en ik, daar zijn wij wel altijd over eens, is gewoon cashflow management. Ja, absoluut. Dus um, ja, de rente doet wat hij doet. En uh, afhankelijk van ja, je portfolio-situatie, waarin ze zit, kies ik misschien dit jaar gewoon ja. uh, voor zeven. Wat we, wel, wat we wel kunnen zeggen is natuurlijk. Uh, Want we zeggen van gaan van Oekraïne naar de rente. Maar ja. eigenlijk is dat natuurlijk ook met elkaar verbonden. Uh, ja. Want als zo'n escalatie, uh, als het nog verder gaat escaleren, um, dan zullen natuurlijk ja, als er onzekerheid is, gaan altijd de rentes natuurlijk ook omhoog. Um, omdat banken toch hun uh, zichzelf willen indekken. Maar centrale banken die natuurlijk bijgingen sturen om de rente misschien nog verder op te stuwen. Die zullen in hun beleid uh, ook rekening houden met situaties als die in Oekraïne is. Um, zeker, inderdaad. Dus ik moet even denken aan de ECB, wat die dan eigenlijk zou Precies. doen. Precies, kijk, de ECB zei, heeft aangegeven: we gaan het uh, opkoopprogramma versneld afbouwen. Ja. Toen heeft Klaas Knot dat een mooie metafoor uh, gemaakt. Hij zegt: als je. Op de rem wil trappen, dus de rente verhogen, moet je eerst je voet van het gaspedaal halen. Mm -hmm. En opkoopprogramma was eigenlijk gewoon gas geven. Want mm -hmm. dat betekent gewoon, we gaan even geld pompen. En dan gaat daardoor uh, de economie worden gestimuleerd. Maar dan krijg je dus ook die inflatie. En ik denk wel dat als ze uh, uh, zeggen van oké, okay, nou ja, er moet nu meer geld bij. in Nederland, omdat er, weet ik, omdat er een oorlog komt. Uh, ja, dat het dan niet wenselijk is om dan met hele hoge rentes uh, te gaan werken. Zeker. Dus uh, in, in dat opzicht kan de situatie in de Oekraïne voor de rente wellicht. Uh, nog, een, nog, een, nog een bepaald effect hebben. Zeker, alleen ik denk dat de rente dan over het algemeen zouden stijgen... omdat het risico dat je geld natuurlijk niet terugkrijgt, ja, eigenlijk groter. groter wordt. Dus de rente zou nog ja. verder kunnen stijgen. Nee, maar... dat, dat klopt. Maar dan heb, bedoel, je, bedoel ik meer um, niet wat de kapitaalmarkt gaat doen, want die kunnen natuurlijk inderdaad beslissen, we gaan de rente verhogen, want dat is uiteindelijk wie de rente bepaalt. Ja. Maar de ECB die stuurt natuurlijk bij met die beleidsrente, die zullen dan, ik heb het nu even over de, de beleid van de centrale banken, ja. dat die in ieder geval erop aan zullen sturen om niet de rente te verhogen. Maar dat de banken dat onderling gaan doen, de kapitaalmarkt. Ja, dat, dat maar is de ECB is ook verbonden aan de kapitaalmarkt. Hè? Want zij kopen daar natuurlijk ook de leningen. En ja. dat werd snel afgebouwd. Dus ja, ik weet ook niet precies wat er gaat gebeuren. Maar het zal waarschijnlijk een impact hebben. Maar de vraag, denk ik, is gewoon heel simpel. En dus, hè, de verbinding tussen Oekraïne, Rusland en natuurlijk kapitaalmarkttrend is van hoe lang gaat de situatie nog voortduren? Ja. Want als het een structurele situatie is waarbij dan. Uh, nou ja, ik, ik weet niet of ik het woord oorlog mag gebruiken of invasion of hoe je het ook wilt noemen, want dat hangt een beetje van de, is een, een land verschil, af. Weet je dat er een verschil tussen een invasie en een oorlog? Zeker. Um, als je kijkt naar die uh, uh, verschillende nieuwsartikelen, het zeggen sommige landen die neutraal zijn, het is een um, her-annexatie uh, of zoiets yeah. van een land. annexatie en anders... vind ik ook zo. Dat is gewoon <laughs> dat je veroverd hebt. <laughs> nou ja. <laughs> nou ja, weet je, dus het hangt ervan af van het land. Uh, wie waar, aan welke kant staat, zeg maar, in de uh, na, United Nations. Um, yeah. Maar goed, uh, ik, ik weet niet. Ik vind het best wel een complexe situatie geworden. Maar de basis is gewoon nog steeds eigenlijk... Uh, uh, ja, voor mij altijd natuurlijk bij het je investeren. Wat gaat de kapitaalmarkt erin doen? Nou, als het gaat verder stijgen, mooi. Dan heb je gewoon zeven jaar rente. Gaat het dalen? Nou, fijn. Dan heb ik misschien een verlies van 0,7% rente. In, ja. Als ik vergelijk met de uh, laagste rente van de afgelopen periode. Dus ja, weet je. Het is gewoon een beetje manoeuvrerende situatie. Ja. In de tussentijd, ja, nogmaals. Het is be greedy when people are fearful. Ja. En als mensen nu fearful zijn... Ga ik zeker wel zoeken naar de opportunities ja. waar die uh, bestaan. Ja. Dus overigens is ook uh, de rente is nog steeds veel lager dan toen ik begon. Zeker. En ook omdat ik zeker, groter zeker. ben ja. en uh, soms uh, naar nou, iets lagere loontes kunnen herfinancieren. Dus ook al is de rente gestegen, ik zie nog steeds echt wel ruim een half procent tot een procent onder waar ik op gestart ben. Nu is het wel zo dat de huizenprijzen natuurlijk wel gestegen zijn. Dus ik moest vroeger veel minder lenen. Dus dat is wel een uh, side note. Maar goed, um, dat betekent wel dat het dus nog steeds, steeds ruimte is. Zeker, maar de rente staan nog steeds uh, historisch gezien laag. Ja. Dat, dat onderschatten mensen nog steeds. en Mensen kijken nog steeds altijd naar de koopprijs. Wat gaat dat daarmee doen? Ook misschien uh, indirect verbonden met de oorlog. Maar mensen kijken nooit van... oké, okay, wat is nou eigenlijk precies de cashflow-positie? Ja. En ja. omdat iedereen... Het, hè, om even terug te gaan naar uh, jouw nieuwsvergelijking. Uh, uh, mensen kijken de hele naar de nieuws over koopprijzen. Ja. Maar je leest nergens over de nieuws over de cashflow bijvoorbeeld. Nee, precies. de potentie daarvan. Ja. En als je dat zou begrijpen, ja, denk ik van oké... Okay, Hmm, hoe ga ik me hier in deze situatie? Ja, Mooi Het ja, is een hele andere ja, kijk op de, de, de wereld. Nieuwsartikelen gaan altijd over verkoopprijzen. Ja. Nooit niet, niet zozeer over van, ja, uh, rendementen die uh, ja. op, op verkeerde vastgoed gaan omlaag. Precies. Ja. precies, weet je. En als je dan elke dag in het nieuws zou lezen: valt van hè, sommige deals die ons met teas hebben getekend, ook afgelopen week, twee daarvan ken ik. Die, die hebben een voorspelde rendement op eigen vermogen van 20%. Ja, ja, ja dan heb je binnen je, vijf jaar je geld eruit. Ja, precies. Ja. Maar weet je, als je dat elke dag zou lezen, dan ja. denk ik ook, dat ga ik ook vast goed doen. Ja, maar goed, precies. dat lees je niet. Je nee. leest de koopprijzen. Ja, exact. Dus, uh, dus ja. vandaar dat ik denk van ja, het hangt even net waar je mee voet en hoe je dan ook ja. kijkt naar de situatie met de opportunities. Ja. En uh, zoals je zegt, ja, je kijkt niet naar de cashflow vanuit de nee. nieuws. En wat ook belangrijk is, is wat is je alternatief? Geld op de bank ja. zetten met 7% inflatie. Ja. Nou, dat is en, 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 en een negatieve rente. Ik weet niet of die nu inmiddels op de volgens mij is de spaarrente nog steeds negatief uh, boven de ton. Klopt ook. Ja. Ja, en nog steeds 0% spaarrente. Dus ja, dan ga je gewoon net zo. Dan heb je eigenlijk, eigenlijk best wel een groot verlies. Terwijl jij het in vastgoed zet. En dan, dan dat is dan ineens eng, want dan zit het in een investeringsobject. Ja. Terwijl ja, bij op de bank weet je. Eigenlijk is het hetzelfde dat je een vastgoedobject koopt, wat, waarvan de markt met 7% daalt per jaar. Ja, eigenlijk wel. Maar ja, dan gaat niemand in vastgoed. Nee. Maar mensen laten wel massaal geld op de spaarrekening ja. staan met een inflatie van 5 tot 7 procent. Ja. Dat is natuurlijk heel vreemd. Absoluut, absoluut. is dus gewoon meer deel erbij dat spaargeld veilig is. Terwijl het eigenlijk gewoon keihard omlaag gaat door een geldontwaarding. Ja, en nogmaals, dat is dus. Eigenlijk echt precies de perceptie waar je naar moet kijken. Weet ja. je. Ik ben ook echt heel goed opgegroeid met van je moet sparen en vanuit spaar moet je investeren. Begrijp niet verkeerd, hè, dat heeft me wel echt geholpen. Maar op een gegeven moment, als je wat geld hebt, ja, weet je, op, kijk daar voorbij. Ja. Van wat is nog meer mogelijk? Weet je, dan, dan leer je dat van sommige van die paradigms van hè, sparen is goed, dat moet je doen, et cetera. Ja. Als je voldoende hebt gespaard, kun je zoveel meer doen dan alleen sparen eigenlijk. Ja. Ja. Dus, uh, en dan ga je naar kijken naar investeren. Ja, als je in Amerika zou zijn, ik denk, hoe zeg je dat ook weer? Um, uh, guns and bullets, dat ze andere goede investeren, zoals ze dat noemen. Mm -hmm. Nu is dat een beetje slecht gelijk met Oekraïne, hier, Russen, <laughs> ja. Rusland, maar. Nou ja, er is een enorme vraag naar guns and bullets in een oorlog. Uh, zeker, alleen ik vind het een ja. beetje gek om dat nu te zeggen, Ja, want nee, dat goed investeren is. is. Daarom. Ja. ja. Dus uh, vandaar. Nee, maar goed, dus ja, dus het dus, is net even de perceptie waar je naar kijkt, weet je. Ja. En, nogmaals, uh, Rusland en Oekraïne. Ik weet het niet. Uh, ik weet alleen dat. Gewoon onbewust. Ik denk mensen gewoon bang zijn of meer gaan hamsteren dan voorheen. Ja. Dat zul je vast wel in de supermarkt, zoals je ook binnenkort zien, denk ik. In, uh, wanneer ze ook gepubliceerd worden. Ja, ja. ja zeker. Um, we hebben Oekraïne gehad, we hebben de rentontwikkeling gehad. Um, misschien het la laatste, want we zeggen net, ja, je hebt de hele tijd kooprijs in het nieuws. En het ja. was weer in het nieuws. Um, 21% ja. stijging. Ja. In, uh, in 12 maanden tijd, van januari 2021 tot uh, dit januari 2022. Ja, ik vind het toch wel bizar hoor. Dat is echt, uh, dat is echt ongekend. Absoluut. Ik ja. had het zelf ook niet, niet verwacht. Uh, Want dat je... is dus nog. Dit is midden in de coronapandemie waar we ja. het over hebben. De coronapandemie is begonnen. Timeline, maart 2020. Ja. In Nederland dan. Ja. Dit praten we gewoon. Nu zat je er dus zo gewoon uh, acht maanden in de. Of, uh, ja, negen maanden in de coronapandemie. En vanaf dat moment. 20% stijging en heb je nog niet eens gehad over die stijging daarvoor? Correct, en dat is volgens mij de grootste prijsstijging ooit gemeten sinds CBS was start in 1995. Ja, ja, dus uh, ja, ik weet ook niet waar het doorgaat. Ik, nee. ik, ik, ik vraag me af of het nog verder gaat. Weet je, we op maand op maand, maand wordt het gewoon met de koffer verbroken Als je ja. over nadenkt, ah ja, het is uh, het. Uh, wij hebben eerdere podcasts gemaakt en um, daarin vond ik ook dat de markt. Het was wel uh, krap en, en ongezond. Maar wij zeiden allebei: van uh, we hebben echt wel duidelijke redenen om aan te nemen dat uh, die markt uh, nog gaat stijgen. Um, maar nu heb ik zoiets van: ja, dit, dit, dit had ik echt. Dit had ik, dat het zo hard ging, dat had ik niet verwacht. Dat, uh, dat kon ik me gewoon niet indenken. Nou, ik, ik vind het een beetje gewoon worden. Dat valt me echt heel ja, bij. Ja, dat op. je verwacht gewoon. Maar dat oh, is dus ja, ook dat je op moet passen. Inderdaad, dat ja, nee, je denkt: heet. ik koop nu iets. Oh, dan zal het volgend jaar wel 20? En dat is een hele gevaarlijke gedachtegang waar je echt van weg moet blijven. Klopt. Maar ja, ik bedoel niet voor volgend jaar, maar meer van, weet je, de komende maanden. Het zou niet gek zijn als het weer onder 20 procent elke maand gaat aantikken jaar op jaar. Ja, jaar op jaar. Ja, ja klopt. Ja, want dat 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 lijkt dan alsof het elke maand met 20% stijgt. maar dat is natuurlijk niet zo, nee, want klopt. Dat, dat is gewoon maand maand op maand gemeten inderdaad. En dan gaat het niveau leren waarschijnlijk naar beneden toe en dan ja. op, weet je, dat zien we wel. Maar goed, abn wat ook volgens mij voorspeld weer opnieuw 12,5% begint van dit jaar dacht ik. Ja, oh, op dat is wel, uh, wel flink. Ja. ja. Dus met het uh, nou, tekort van huizen eigenlijk. Ja. Ik denk dat we conclusies kunnen trekken. En dat is gewoon dat dat cashflow management, zeker nu met de situatie omtrent stijgende rentes en uh, de situatie in Oekraïne, dat dat belangrijker is dan ooit. Ja, absoluut. Ja. En in een stijgende markt kan je nog wegkomen met, uh, oké, okay, ik heb weinig cashflow, maar er is waardestijging, maar dat, dat gaat niet meer op in uh, onzekere tijden. Nee, inderdaad. Nee. Oké. Okay. Heb jij nog laatste toevoegingen? Nee, eh... Um... Ja, misschien kan ik zeggen, maar ik hoop wel echt serieus voor de mensen die uit Oekraïne komen en uh, daar familie hebben, dat gewoon veilig met hun gaat. Uit, ja, dat, uh, dat echt boven alles kijken. Ja. Uh, uh, investeren is leuk, uh, geld verdienen is ook wel leuk, maar ja. uh, het zijn toch ook, ook mensenlevens die momenteel op het spel staan. En, uh, Zeker. Uh, uh, dat bovenin, we hadden net al wat informatie ontvangen, dat Rusland volgens mij Kiev is binnengevallen. Ja. Nou, ik kan me voorstellen dat als verzet komt... Uh, nou, ook best wel wat dingen gaan ja. gebeuren, laat ik zo zeggen. Absoluut. Dus uh, we gaan het zien. Maar, ja. uh, de wereld is momenteel even wat onrustig. Ja. 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 Nou, dan moeten we deze podcast uh, afsluiten. Uh, ik hoop dat we inderdaad later in het jaar uh, betere uh, nieuwsberichten ja. kunnen delen met, uh, met iedereen, maar dat, uh, dat is niet anders. Ik wil iedereen bedanken, jou, uh, Sushin... dat je aanwezig wilt zijn in de podcast. Uh, wil je meer van de podcast zien? Vergeet hem niet te liken en abonneer ook even op ons kanaal van Real Estate Masterclass. Bedankt en tot de volgende keer. Hartstikke bedankt, doei doei.